Ik ga u een minuut of 20 meenemen in de wonderlijke wereld van onderhoud. Onderhoud, onderhoud en nog eens onderhoud. Alle bezit brengt zorgen met zich mee, zeg ik altijd. En alle bezit vraagt onderhoud. Als u niet op tijd onderhoud pleegt, laat ik u dadelijk zien, dan heeft u kans dat er vervolgschade ontstaat. Werk planmatig, leg een meerjaren onderhoudsplan aan en zorg dat uw fonds voldoende middelen heeft. Dat is een korte samenvatting. Ik kan het ook hierbij laten, maar ik denk dat u dan onvoldoende heeft opgestoken. We gaan dit verhaal wat uit elkaar halen. Want als u dat allemaal doet, dan heeft u waardebehoud van uw bezit. De conditie van uw pand blijft goed. U kunt een betere, goede prijs bij de verkoop maken. En u heeft nog een stukje woongenot. Laat ik u dadelijk aan een plaatje zien. Weet u wat nou het gekke is, dames en heren, als u een auto koopt van pak een beet 20.000, 25.000 euro, dan heeft u naast het instructieboekje ook een onderhoudsboekje. En er staat precies in wanneer ze weer verwachten dat u terug moet komen. Na zoveel duizend kilometer voor een kleine beurt, dan voor een grote beurt. Er gaan allemaal lampen op uw dashboard branden als u onvoldoende olie erin stopt. Want dan loopt de boel vast en dat betekent vervolgschade, meer schade. En dan gaat u ook nog regelmatig naar buiten, u gaat de heilige koe wassen, u haalt hem door de wasstraat, want hij moet er vooral keurig netjes uitzien. U gaat ook als het goed is 2 keer per jaar naar de tandarts. Dat doet u omdat u aan planmatig onderhoud bezig bent. U wilt toekomstige grote schade, wilt u liever niet hebben. U gaat naar de tandarts en u hoopt daarmee de zaak goed in de hand te houden. Planmatig onderhoud. En het gekke is, een appartement van 200.000, 300.000 euro, dan zijn we het ineens allemaal vergeten. Dan weten we ineens weer niet dat daar moet ook olie ververst worden. En ook, we hebben eerst nog een plaatje, ik ben iets te snel. Kijk, het pand als het er zo uitziet, nou, dat rammelt van alle kanten. En zelfs als we hier het huishoudelijk reglement tegenaan gooien, we hadden afgesproken allemaal dezelfde type en kleuren zonneschermen. Dat is dus allemaal prima voor elkaar. We zouden geen schotelantennes op de balkons plaatsen. Dat hebben ze hier dus ook netjes wel gedaan. Hier rammelt alles. Maar als het er zo uitziet, dan staat dat gebouw, dat lacht u toe. U heeft plezier om in zo'n gebouw te wonen. Dezelfde zonneschermen, dit gebouw, daar heeft u plezier in. Laat uw auto regelmatig nakijken, maar ook uw appartementencomplex. Zet net als uw auto ook het appartementencomplex af en toe eens op de brug. Net als uw auto, die wordt allemaal tegenwoordig aan computerapparatuur aangesloten. Ook de bouwkundige heeft apparatuur bij zich om een aantal zaken te kunnen meten. En als u uw auto wegbrengt, dan krijgt u altijd de vraag, als u de sleutels afgeeft, is er nog iets, meneer? Is er nog iets? Heeft u nog klachten? Moeten we nog ergens naar kijken? Doe dat ook eens bij een pand. Leg eens een logboek aan van uw flatcomplex over zaken die u regelmatig tegenkomt. Storingen, gebreken, tocht, gladde vloeren in de wintermaanden als de water op de galerijvloer blijft staan. Leg dingen vast, want die bouwkundige komt natuurlijk net als het stralend weer is. En dan kan hij die dingen niet zien, dan constateert hij dat niet. Zorg ervoor dat u dat soort zaken paraat heeft. Net als u de sleutels van de auto, zijn er nog zaken waar we naar extra moeten kijken. Die heeft u dan opgeschreven. Zorg ervoor dat u bouwtekeningen heeft. En als u ze niet heeft, ja, binnen 5 jaar kunt u nog bij bouw- en woningtoezicht uw tekeningen halen. Meestal worden die na 1 jaar of 5 vernietigd. Dat is buitengewoon jammer. Maar kijk of uw tekeningen, en die zijn goud waard. Geef ze nooit uit handen. Hou ze bij de VVE. Want het komt heel vaak voor dat dat soort spul, dat gaat de VVE uit. En bijvoorbeeld bij uw beheerkantoor. Ja, het komt nogal eens voor dat er toch problemen met het beheerkantoor ontstaan. En uw spullen liggen daar. En ja, een beheerder vindt vaak niet leuk dat u opstapt. En dan moet u maar zien dat u uw spullen terugkrijgt. Het komt ook voor dat u weggaat bij een beheerkantoor. U gaat naar een nieuwe beheerder toe, maar de oude beheerder levert niet de stukken aan om nog de balans en de verlies- en winstrekening van het afgelopen jaar op te stellen. Heel lastig. Wij voeren daar kantongerecht procedures voor. Voorkom dat soort dingen. Eerdere onderzoeken, als die er waren, hou ze bij de hand. 20 meter strekkende dakgoot wordt nooit 25, dames en heren. Het zet wel uit als het warm is, maar geen 5 meter. Al die maten
Lengtes, hoeveel ramen, kozijnen, deuren, al die maten, et cetera, hou ze bij de hand, want meten is heel veel tijd. En al die gegevens kunt u in uw gebouwdossier stoppen. Leg een apart gebouwdossier aan. Stop daar ook zaken in als uw polissen, als uw onderhoudscontracten van de hydrofoor, van de lift. En verzint u maar wat, dat u alles bij de hand heeft. Ook de afgelopen facturen van de schilder. Wanneer was het geschilderd? Oh, dat was 3 jaar terug. En dan gaat u kijken, dan was het al 5 jaar terug. En hoeveel kostte dat? Zorg dat u dat allemaal bij... Ik geef u een advies, leg een gebouwdossier aan. Onderhoud wordt een wetenschap, langzamerhand. En een van de nieuwe methodes die ontwikkeld zijn de afgelopen jaren is de conditiescore. U ziet hier dat als de kwaliteit van het pand zwaar is, die is goed, en de onderhoudsgebreken zijn licht, dan gaat de wijzer naar links en dan heeft u conditiescore 1. Hier heeft u het. De onderhoudstoestand van een gebouw geeft men tegenwoordig aan in conditiescore 1 tot en met 6. En als u nou afspreekt met elkaar, bijvoorbeeld voor het schilderwerk, kom ik in een ander plaatje straks terug, dan spreekt u met z'n allen af. Nou, in de loop der tijd neemt de kwaliteit af, maar bij 3, conditiescore 3, dan wordt het tijd dat we gaan schilderen. Laat ik u straks zien, daardoorheen, dan loopt u risico dat u vervolgschade, dat u houtgrot krijgt. En dan bent u verder van huis en meer kosten kwijt om dat allemaal weer te herstellen. Een paar cijfertjes, als u schilderwerk op hout heeft, dekkend schilderwerk, 1 jaar of 6, moet u rekenen dat de schilder dan weer moet komen. Dan als het met lak, vernis en bijts en dat soort zaken, is ongeveer 1 jaar of 2, misschien 3, dan moet het alweer overgedaan worden. Schilderwerk hout wat beschermd is, daar verstaan we onder dus flats met een galerij. Dan liggen de deuren en de kozijnen terug, want de galerij steekt over. Die hebben minder te lijden van zon en regen. En daar kunt u bijna 12 jaar mee toe. Ik ga niet dat hele lijstje afwerken. 1 wil ik er wel doen. Dat is de 4e, het impregneren van metselwerk. We zien in de grote steden vaak dat mensen, als de panden oud zijn en dan zien ze er zo vuil uit, dan gaan ze ze schoonmaken. Dan gaan ze stralen of ze gaan ze chemisch reinigen. Maar daarna moet dat pand weer waterdicht gemaakt worden. Want u heeft zijn natuurlijke jasje ervan afgestraald. De beschermlaag die is eraf. Dan moet het gehydrofobeerd worden. Dan wordt er een filmlaag over het pand heen laten ze lopen. Maar ook door de zon en door de vorst gaat dat na verloop van jaren toch krakelee worden. En dan komen er weer scheurtjes in. Als u daar eenmaal aan begint, haalt u wel het probleem binnen dat u om de 10, 12 jaar daar weer een post op de begroting moet zetten om weer opnieuw die beschermlaag aan te brengen. Het is mooi, maar het betekent wel dat u daarmee wel aan de gang blijft. Dit is nou een meerjaren onderhoudsplan. Deze loopt 10 jaar, van 2007 tot 2016. Maar de meeste meerjaren onderhoudsplannen lopen 25, 30, 40 jaar door. Want er zijn onderdelen, een plat dak gaat meestal 25 jaar mee. De liftinstallaties, dan denken we echt aan de motoren, die gaan ook langer mee. Dus er wordt in de toekomst al gepland, heel ver weg, 20 jaar, 25 jaar, dat is grof. Hoe meer we naar voren komen, des te fijner de begroting wordt. Zeker als u in een 10-jaarsplanning komt. En hij wordt helemaal fijn als het jaar nadert dat u het moet gaan uitvoeren. Want dan moeten nog de echte offertes binnenkomen. En die moeten dan matchen met het bedrag wat u in de begroting heeft. We hebben hier een paar voorbeelden. Activiteit 1, schilderwerk. We nemen maar even. Dat moet weer na zo'n 1 jaar of 5, 6 moet dat weer gedaan worden. En dat komt weer in 2017 terug. Neem nou even aan, dat is 100. En dan moet u zorgen dat u in 2012 weer 100. En plus de inflatie, die staat eronder, de indexering, die staat hieronder. Nou, activiteit 2 kan bijvoorbeeld zijn het om de 2 jaar laten nakijken van uw dak, het lood, een zinkwerk, de schoorstenen eventueel. Kwetsbare delen waar snel water tussen kan lopen. En dat moet u 1 keer in de 2 jaar doen. Nou, en activiteit 3, nou, u kunt dus het hele pand door een bouwkundige die het gebouw op de brug zet, die kijkt hoe de toestand van het pand is. Heel veel oude panden zijn al op sommige onderdelen door het ijs gezakt. Die zitten al in de vervolgschadefase. Die moeten eerst nog de inhaalslag doen om op 0 niveau te komen. En daarna gaat het meerjaren onderhoudsplan werken.
Dus zorg ervoor dat u niet in de ellende komt dat u zaken laat sloffen. Nou, en een bouwkundige gaat, als hij dat opgenomen heeft, dan gaat hij van het dak, de gevel, de schilderwerk en de liften en de hydrofoor. En nou, we kunnen zo 20 onderdelen van het pand neerzetten, ja, die u de komende jaren die onderhoud vragen en waar u voor moet zorgen dat er geld in de pot is. Dat bedrag wordt terug, dat rekenen we terug naar de reservering die per jaar moet gebeuren. En daar gaan de breukdelen, dat weet u nou, dat is u verteld. Daar gaan de breukdelen tegenaan, want niet alle appartementen zijn even groot. De kleintjes betalen minder dan de grote. Ja, dan komt vaak de vraag, wat kost dat? Nou, een meerjaren onderhoudsplan bent u toch gauw een 1500 voor de wat kleinere VVE'en tot een 3.500 euro voor de grote VVE. Het is heel veel werk, het hele pand moet minutieus, nemen ze het op. En dan gaan ze dat daarna in een hele planning, daar zijn computerprogramma's voor, maar dat vraagt tijd. En een heleboel VVE'en die zeggen, ja, dat hebben we er niet voor over. Nou, dat moet u weten. De beste methode is dit. Dan weet u dat u goed bezig bent. Maar als u die kosten niet wilt maken, hebben we hier een hulpmiddeltje. Deze cijfers zijn kengetallen die uit de corporatiewereld komt. Eensgezinswoningen over het algemeen, die moeten ook onderhoud plegen. Alleen daar doet meestal niemand het. En laten ze het erop aankomen als het zover is. Maar wil u daar ook goed met het bezit omgaan, moet daar ook 1000 euro per maand, per jaar opzij gelegd. Niet te gek maken, per maand, per jaar. De portiek etageflats staan er ook en de galerijflats waar liften, die zijn nog wat kostbaarder. Als u nou geen onderhoudsplan maakt, dan kunt u ook niks doen, dat is nul. Nou, dan heeft u een pot die leeg is en dan heeft u een probleem na verloop van tijd. Stop er dan minstens 100 euro in. Dan heeft u in ieder geval iets in de pot zitten. Sommige VVE'en is het wat te veel, nou dan had u maar een onderhoudsplan moeten laten opstellen. Maar er zijn ook VVE'en waar 100 euro bij lange na niet genoeg is. Zeker wat oudere VVE'en met kwetsbare vuren houten kozijnen, die vragen veel onderhoud en die moeten gewoon om de zoveel jaren een grondige lik verf hebben. Dus als u zegt, nou laten we dan in godsnaam een hulpmiddel, nou neemt u dan 100 euro, dan heeft u tenminste iets. Maar dan bent u er niet, hè? Alleen voor onderhoud, want er komt nog een hele riedel kosten bij, dat laat ik u straks zien. Hier hebben we dat plaatje wat ik u er straks zei over de conditiescore. Wij praten nu hier alleen over het schilderwerk. U ziet, op dit niveau is het schilderwerk in puikenstaat. Prima, net geschilderd, nieuwbouw. Ook de vraag of die nieuwbouwschilders, die zijn vaak ook niet helemaal goed, maar laten we uitgaan dat de conditie goed is. Ik heb u net gezegd dat ongeveer 6 jaar moet u schilderen. Dan zit u in de loop van de jaren, neemt de conditie van het schilderwerk af. En we hadden afgesproken, na 3 jaar gaan wij schilderen. Als u nou doorzakt naar 3,5, 4, dan hebt u hier het gebied van de vervolgschade. Want weet u, als u dus na 6 jaar en u loopt als niet-deskundige, dus met de handen op uw rug langs dat gebouw en u kijkt, dus, nou, het ziet er eigenlijk best wel aardig uit. Past u op, laat dat een deskundige doen. En als u zegt, ja, als ik het de schilder laat doen, die komt natuurlijk met het verhaal terug, moet geschilderd worden. Er zijn onpartijdige instellingen die dat voor u bekijken. Die metingen doen of er al houtrot in de verbindingen zit. Houtrot kan in een half jaar verwoestend optreden, dat de hele onderdorpels eruit moeten. Dus waak u ervoor, want dan dacht u zuinig bezig te zijn door het een jaartje uit te stellen. Ja, maar dan heeft u een bak aan achterstallig onderhoud die vele, vele malen groter is. Dus waak u daarvoor. Nou, en als we dus door de zon, door de zee, aan de zee gaat schilderwerk vaak veel korter mee, door zout. Door de vorst gaat schilderwerk, dat gaat verpulveren, dat gaat, hoe noem je dat, poederen. Dat gaat verpoederen, er gaan toch blaasjes ontstaan en dan neemt schilderwerk af. Kijk, en als u nou zorgt, dan heb ik iets te snel. Dat doe ik hem nog een keer. Als u nou zorgt, dan moet ik op de goede knop drukken. Ik moest deze hebben. Kijk, als het afneemt en u komt op niveau 3 en u heeft ervoor gezorgd dat de euro's op tijd in de pot zitten, dan heeft u nooit een punt en dan heeft u altijd, als u moet schilderen, voldoende geld om de schilder te kunnen betalen. Waak u ervoor, als u niet met dit systeem werkt en u gaat een incidentele bijdrage vragen, iedereen moet 5000 euro storten, geef de opdracht aan de schilder pas als u al het geld in kas heeft.
Wij komen de ellende tegen dat de overenthousiaste penningmeester of voorzitter al de opdracht verstrekt heeft. De schilder vertrekt, maar u krijgt wel de rekening binnen een week binnen. Maar u kunt hem niet betalen, want er zijn nog 3 mensen bezig met de bank. Want ja, die hadden toch wel een probleem met 5000 euro. Ja, dus daar zien wij vaak ellende. En volgens het splitsingsreglement mag het ook niet. U mag pas de opdracht uitzetten als u ook daadwerkelijk het geld in kas heeft. We krijgen hier een zaagtand, dat ziet u. En dit plaatje kunt u ook voor het dak maken en voor de lift maken. Dus u kunt een meerjaren onderhoudsplanning in de tijd uitzetten. U kunt hem ook grafisch weergeven. Nou, dit is een aardig plaatje. Naast de glas- en de papierbak gaan we ook het spaarvarken neerzetten, waar u dan de 100 euro per appartement per jaar in stopt. Ik zei u dus straks, 100 euro is maar een hulpmiddel. Sommigen moet het meer en sommigen minder. En dat bent u er dus niet, want daar komt nog meer bij. Wat vindt u nu van het nieuwe verhaal over de energiebesparing? Er zal dus ook, isolerende maatregelen moeten er genomen worden. U moet ook zorgen dat u geld heeft om de verzekeringspremie. De opstal is een verplichte polis, die moet iedere VVE hebben. Waak u ervoor, komt vaak voor, zeker bij de kleintjes, dat ze niet weten hoe dat moet. Dat ze zeggen, nou, ik verzeker mijn appartement maar zelf. En die gaat naar verzekeraar A en die naar verzekeraar B en die naar verzekeraar C. Er komt schade. Dames en heren, u bent een tijd bezig, want die verzekeraars geven elkaar allemaal de schuld. En ziet u maar uw penningen weer binnen te kunnen halen. Zorg ervoor dat u 1 polis heeft voor het hele pand, hoe klein of hoe groot ook. En die premie, ja, die kunt u natuurlijk ook langs de voordeuren gaan en overal lopen innen. Maar als u hem nou in uw kas heeft zitten, dan kunt u hem zo moeiteloos betalen. Elektriciteit, liften, portiek en galerijverlichting, dagelijks onderhoud. De beheerder eventueel, als u het uitbesteed heeft, moet ook betaald worden. Dan hebben we nog kosten van de lift. Enfin, je kan een hele lijst onder. En daarom is een maandelijkse bijdrage aan de VVE, inclusief onderhoud van een 150, 160 euro, is niets bijzonders. En een heleboel mensen die zitten dan toch op de stoel van, mijn hemel, dat is toch een fors bedrag. En als u op een verjaarsfeestje zit 's avonds, en als u dan eens gezellig over de VVE heeft, dat is natuurlijk hartstikke leuk, als u de bekeuringen gehad heeft, ja, waar het meestal over gaat, dan gaat u het dus over uw VVE hebben. En als u dan naast u hoort u iemand vertellen, nou, wij hebben zo'n VVE, picobellen voor elkaar. Wij betalen maar 45 euro. Ja, en dan houdt u wijselijk uw mond, denkt u van, nou, dan betaal ik te veel. Dan trekt u uw mond maar eens open, want die man van 45 euro of die mevrouw, die hebben dus een VVE die niet goed op de rails staat, kan ik u nu al zeggen. Die kunnen net al die kosten van beheer en verlichting en premie betalen, maar die kunnen nauwelijks iets opzij leggen om een goed onderhoudsplan op te stellen. En dan hebben we nog het punt dat aan het begin van de avond kwam het ook naar voren. U kunt ook zeggen, we doen dat allemaal niet. We doen niks. En we trekken de portemonnee als het zover is. Dat kan. Maar dan zijn de bedragen toch altijd iets groter. Dan is het niet meer over 100 euro, maar dan gaat het ineens over een paar duizend euro. En dan komt dat altijd op een ogenblik dat het u niet goed uitkomt. U heeft net uw vakantiegeld binnen. U heeft net uw reis gepland naar Spanje. En ja, de VVE komt even langs, komt 3.000, 4.000 euro halen. Of 13.000. De zwager van de wethouder. Dat zijn bedragen heel lastig en heel vervelend om dat dan op te hoesten. En dan praat ik nog niet over dat de buurman van u, die is net 3 maanden geleden is die verhuisd. En die buurman, die heeft al die tijd kunnen genieten van een fijn pand. De liften deden het goed, het schilderwerk zag er nog netjes uit. En bij hem komen ze die 5000 euro niet meer halen. Maar die nieuwe eigenaar, die zwager van die wethouder, die vaak onvoldoende is geïnformeerd door bijvoorbeeld de makelaardij, hè, dat er onvoldoende verteld is, ja, en onderzoek gedaan heeft. U heeft een onderzoeksplicht, u moet vragen stellen. Hoe staat het als u een appartement koopt? Hoe staat het met het onderhoud? Mag ik eens weten hoe het dak? Mag ik de laatste begroting zien? Mag ik de vergaderverslagen zien? Kent u het programma De TV-makelaar van de afgelopen jaren? Waar jonge stellen ook door appartementen heen gehaald worden, dan moeten ze de keuze maken. Dan gaan 3 mooie appartementen en het eerste wat je hoort, oh, wat een mooie keuken. En moet je die parketvloer zien? Ik heb daar nog nooit het woord VVE gehoord. En ik heb nog nooit gehoord voor de televisie wat de maandelijkse bijdrage aan de VVE is. En dan bel ik op naar RTL 4 en dan zeg ik, waarvoor vertellen jullie dat niet? Dat is toch niet sexy, meneer Schuurs? Dat interesseert niemand. Ik zeg, ja, dat is nou juist jammer, want dat hebben de mensen nodig. Die gegevens moeten ze weten. Wat we ook heel vaak zien, dat in de nieuwbouw,
Prachtige brochures, full color, groot complex, ziet er glimmend en blinkend uit. Maandelijkse bijdrage €65. Dat is heel vervelend voor degene die er later wonen. Want waarom is dat bedrag laag? Dan kan die makelaar sneller, die kan sneller een appartement verkopen als die vertelt dat het €65 is, dan dat die €165. Want dan zullen mensen nog eens achter de oor krabben en zeggen van, nou, dan kijk ik toch maar liever eens eventjes verder. En dan krijgt u het volgende plaatje, dan krijgt u dit. Dat als u nou toevallig de amateurvoorzitter, niemand wil de voorzitter zijn en u zit daar maar. En u moet dan een besluit door de vergadering en zeker in de nieuwbouw. Ja, dan moet u al na 1 of 2 jaar moet u de waarheid boven tafel krijgen en zeggen, dames en heren, ja, we zijn toch allemaal verkeerd voorgelicht met die €65. We hebben dus een meerjaar onderhoudsspanning opgesteld. Dat moet €165. Nou, dan kunnen ze hem wel schieten. En dan krijg je vergaderingen waar met gebalde vuist en waar mensen zich, nou, ik wil niet zeggen naar de keel vliegen, maar ik ken voorbeelden, ja, waar in de nieuwbouw ook al vanaf het begin af aan spanningen ontstaan. Waar 2 kampen in een vergadering ontstaan. De voor- en de tegenstemmer. Dames en heren, u moet nog met plezier in dat appartementencomplex wonen. En u moet ook nog met plezier elkaar in de gang en de lift en dergelijke tegenkomen. Maar zodra het over geld gaat, zijn altijd de moeilijkste beslissingen die door de VVE-vergadering moeten. Dat was het onderhoudsverhaal.